beetje Frans. Duits. Je bent een beetje Frans. Duits. Ze spreekt een beetje Frans. Goedemorgen. Goedemorgen. Frans. Duits. Frans en Duits. Frans en Duits tegelijk. Lebel. Oh, Theo, jongen. Ja. Ah, Gerda. Mag ik van jou een patatje speciaal? Want ik heb honger als een paard. Maar natuurlijk, lieverd. Eén pomfriet extraordinair. Nee, ik wil gewoon een patatje speciaal. Pomfriet extraordinair is een patatje speciaal. Maar dan op z'n Frans. Oh, ja. Nou, dat wist ik natuurlijk eigenlijk wel, want ik kan heel goed Frans. Oui? Nou, ik. Oui? Oui? Oui. Ja, oui betekent ja in het Frans. Ja, ja, dat weet ik natuurlijk ook wel. Oh ja, en welke Franse woorden ken je nog meer dan? Nou, Hoe heet dit bijvoorbeeld? Stokbrood. Ja, maar hoe zeg je dat op zijn Frans? Stokken broden. Nee, een banket. Dit noem je een banket. Gekke Theo. Oh. Ah, een banket. Oh, Theo, wat goed ineens. Portefeuille. Dans le bouillon. Zo, dus je kunt wel Frans. Le facture. Dans la rotonde. Mais non. Le chocolade en le bonbon. Paraplu. RTL Boulevard. Chapeau, Theo, chapeau. Cordon bleu. Ah, avec mayonnaise. Non, crème fraîche. Sacre cœur, Theo, wat goed ineens. Oui, oui. Trouwens, où est rombosat? Asperges. Weet je wat, ik bel hem wel even. Oké. Okay. Oh, dat is Gerda. Gerda, zeg het eens. Kom zo, Ron. Pardon? Nee, ik vraag hoe het met je gaat, maar dan in het Frans. Punaise. Ja, het gaat goed hoor. Zeg, ik ben bij Tialf en ik ben op weg naar Sinky en Yara. Oh, wat leuk. Maar hey, je komt niet even hierheen om lekker Frans met ons te praten. Nee. Trouwens, ik kan ook helemaal geen Frans. Nou, ik wel hoor. En Theo hiervoor heeft helemaal de smaak te pakken. Aubergine. Nou, hartstikke fijn voor hem. Ik ga even door, dus groetjes aan Theo, hè? Ja, ja hoor. Zeg, Theo, wil jij je pomfriet extraordinair nog? No, merci. Hey, waar ga je er naartoe, jongen? Toiletten. Het toilet. Wat is het toch een mooie taal, hè? Dan. Oui, oui. Mais oui. Très bien. Nee, dit kan echt niet zo. Even bellen. Niet bellen. Omelette du fromage. Ja, Gerda, zeg het eens. Nou, Ronnie, ik heb echt even je hulp nodig. Want Theo kan niet ophouden met Franse woorden te zeggen. Banquet. Camouflage. Ja, nee, hij is echt helemaal doorgedraaid. Oh, nou, dat lijkt me verschrikkelijk. Capuchon. Restaurant. Zeg, heb jij enig idee hoe ik dit kan stoppen, Ronnie? Aha, bleu. Sinds wanneer doet hij zo? Chauffeur. Etui. Nou, het begon allemaal toen ik hem met een stokbrood een tikkie tegen zijn hoofd gaf. Stokbrood? Dit doe je in een banket, gekke Theo. Nou, stokbrood, dat is typisch Frans. Ja, dat is zo. Nou, en sinds die klap praat hij dus Frans, dan denk ik dat als je met een Hollands iets op zijn hoofd slaat, dat hij dan Nederlands praat. Ja, een Hollands ding. Wat zullen we daar eens voor nemen? Even kijken hoor. Een klomp misschien? Nou, ik zal het proberen. Baat het niet, dan schaadt het niet. Ja, je hebt gelijk. Dank je voor de tip, hè, Ronnie. Even kijken, hoor. Bureau. En vanille. Was? Was is denn das?
Wat is daar los? Hé, krijgen we nou? Hoe kan dit? Wat zal dan dat scherda? Bratwurst? Oh nee, deze is gemaakt in Duitsland. Zum kotsen, Gerda. Zum kotsen. Oh jee. Een kartoffelsalade, Pieter. Ja, ik heb alleen schnitzel. Wunderbaar. Schön. Schön.